Ja, de voorbereidingen zijn zo goed als afgesloten. We hebben een mooie opbouwweek gehad. We zijn er weer helemaal klaar voor. De opzet is ietsjes anders dan vorig jaar. We zijn iets ingekrompen, we hebben natuurlijk ook geleerd van vorig jaar. Maar alle faciliteiten zijn aanwezig. Hier achter mij is een leuke foodcourt, waar iedereen natuurlijk zijn hapje kan krijgen. Zijn natje vanzelfsprekend. Mocht er een druppel regen vallen, kun je binnen rustig en droog eten. En natuurlijk de tent waar het grote spektakel staat te gebeuren. Dus in zoverre zijn alle faciliteiten weer aanwezig. Ja, de artiesten die hebben er zin in. We hebben 3 mooie dagen. Vandaag op vrijdag de tribute bands. Morgen een beetje de popdag. En zondag dan iets harder de rockdag. En ja, ze hebben er allemaal zin in. Highlights, voor mij persoonlijk, de Vipers heb ik wel heel erg veel zin in, de Queen tribute band. We hebben morgen natuurlijk Snelle en Chef Special staan. Ja, en de zondag Divina Michelle, misschien een beetje een vreemde eend erbij, denken sommige mensen. Komt natuurlijk een beetje uit de nederpop, maar eigenlijk is die zich heel erg aan het ontwikkelen richting een rockshow. En ze zal hier dan ook echt een rockshow weer gaan geven. Samen met natuurlijk een legende als een Walter Trout. Ja, dat zijn natuurlijk mooie namen. Ja, misschien wel het hoogtepunt, in ieder geval voor Weert en omstreken. Onze Harry en de gebroken zwegeltjes, die hier in de tent gaan optreden. Ze hebben gisteren al gerepeteerd, ik heb het even mogen zien. Ja, dat gaat een feest worden. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor alle dagen. De voorverkoop is ondertussen gestopt, dus de kaarten zijn alleen maar te verkrijgen hier op het terrein aan de dagkassa. Maar er zijn nog voldoende kaarten beschikbaar.